Hier is de trap van Bisseswar en daar is de goal. Ja hoor, dat verbaast me niks. Ver. Geweldig moment voor hem. Voor de doelman van FC Utrecht is daar natuurlijk geen houden aan om een kopbal van deze afstand te moeten pareren. Uitgerekend Leroy Ver, voor wie het seizoen zo moeizaam verloopt, knikt hier onberispelijk in met als enige kanttekening dat er bij die paal van Utrecht helemaal niemand is te vinden. En daar is nummer 2 via Leerdam. Weer een standaard situatie. Weer een kopbal. En weer maakt Feyenoord een goal. Hij staat op papier rechtervleugelverdediger. Maar dat is een plekje ondanks de aanwezigheid van Martens links voorin bij Utrecht. Waar Leerdam niet zo vaak te vinden is. Hij is namelijk voorin te vinden. Misverstand met de Moesje. Bisseswar. Maïtje komt. De oorzaak van problemen. Wat een mooi doelpunt van Diego Bisseswar. In een fase waarin Utrecht dreigender lijkt te worden, doet hij iets wat ik hem regelmatig heb zien doen in de Kuip. En waar hij patent op heeft. Naar binnen komen. Een curve de verre hoek. En binnen het kwartier naar rust tilt Feyenoord de score naar 0-3. Goeie tussenkomst van Ver, omdat voor het eerst in deze wedstrijd Stroomman wat laat reageert. Wijnaldum, het is 0-4. Als er een cursus effectiviteit bestaat, is die door Feyenoord de afgelopen week gevolgd. En wel door de hele selectie. Het is een van de weinige keren, misschien wel de enige keer, dat ik Stroomman kan betrappen op iets te laat reageren. Maar dan is de straf wel heel hard. Nijhuis vindt de Leidensweg voldoende. Het is Feyenoord na alle ellende die de ploeg overkwam dit seizoen van harte gegund. Al was het alleen maar omdat de overwinning meer dan verdiend is.